Yo mensen, ben je op zoek naar de goedkoopste Nederlandse 4x15 coins? Ga naar fastcitycoins.nl en gebruik de code DNP5 voor 5% korting. Hallo mensen, Koen van Oppersnel met een nieuwe video voor jullie. En vandaag is het eigenlijk een soort andere video, want ik ga jullie uitleggen hoe je weer coins kan kopen. Want het is weer mogelijk mensen. Het heeft even een tijdje geduurd, eigenlijk kon het eigenlijk meteen al daarna. Maar fastcitycoins wacht even om alles even te bekijken. En ik ga jullie nu uitleggen hoe je coins kan kopen, want ik denk dat dat wel handig is. Aangezien het wel iets veranderd is, het is iets lastiger geworden. Nou, het is niet echt lastig, maar... Nou, jullie zullen het allemaal zien. In ieder geval, het is weer mogelijk. Je kan dus ook mijn code DNP5 gebruiken voor 5% korting op de site FastCityCoins. De link zal natuurlijk in de beschrijving staan. En laten we maar meteen beginnen. Nou ja, zoals jullie weten, de site, die kennen jullie waarschijnlijk wel. Je kan dan op PlayStation, Xbox of PC klikken. We gaan nu even gewoon kijken naar PlayStation. Dan klik je dus gewoon PlayStation. Dan faal ik daar weer mee, ongelooflijk. Oké, dan zijn er dus drie manieren hoe je coins kan kopen. We gaan meteen de eerste manier weer kijken. Meerdere spelers voor 10k op de transferlijst zetten. Ik klik er even op. En dan zijn er drie dingen die je kan kopen. 50k, 100k en 200k. Laten we bijvoorbeeld 100k bekijken. Dan drukken we dus op die 100k. En dan werkt het dus anders dan eerst. Je kan namelijk geen bronzen speler meer listen voor 100k. Dat snappen jullie ook waarschijnlijk. En dan moet je even naar de productbeschrijving gaan. Daar staat, door een nieuwe update van moet je specifieke spelers op de transferlijst zetten om nog coins te kopen. En dan moet je dus 10 spelers voor 10k listen. En dan moet één van deze 5 spelers zijn. En voor mij zijn Xavi en Clichy, die zijn allebei echt maar... Ja, ik weet niet precies hoeveel coins, maar die zijn niet zoveel. Dus die kan je sowieso listen. Denk eraan mensen. Lees dit, die stap 1. Zet 10 zelf spelers op de lijst voor nu koopprijs van 10k en een startprijs van 9200. Want dan kan de koper van de coins, dus zeg maar de coinseller, dus FastCityCoins, kan heel makkelijk jouw speler vinden. Anders is het onmogelijk, aangezien de clubnaam nu ook weg is. Wat je dus dan doet, een van die 5 spelers, zet je er dus 10 keer op voor 9200 start. 10.000 buy now. En dan ga je dus naar boven en dan druk je in winkelman. Dan gaat hij naar je winkelman toe, kan je hem gaan bekijken. Dan ga je naar je winkelman toe, dan kan je hier dus de kortingcode DNP5 kortingsbon toepassen. Kortingscode is succesvol toegepast. Dan gaat het dus, 18 cent nu, 5% is het natuurlijk. Gaan we doorgaan naar afrekenen. Moet je hier alles gewoon even invullen, bla 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 bla. Ja, Ultimate Team clubnaam, dat is dus niet meer, want je hebt geen clubnaam meer op de transfermarkt. Dan moet je hier dus de naam van je speler, dus bijvoorbeeld als je Xavi hebt, doe je Xavi. En dan snappen zij dat je 10 keer Xavi hebt gelist. Dan moet je dit zien en dan moet je dat doen. Hoe lang staat hij op de transferlijst? Dat is ook belangrijk. Want er kan natuurlijk zijn dat er meerdere Xavi's zijn. Dus zijn ze voor één dag. Allemaal voor één dag. Of allemaal voor 3 dagen. En dan druk je hier gewoon. Ja, dat kan je via Ideal betalen. Of via PayPal. Dat mag je natuurlijk zelf weten. Maar dit is de allereerste manier. Dat is zeg maar dus voor de kleinere bedragen. Namelijk 50 tot 200k. Dan zijn er dus nog twee manieren. Een van de twee manieren is gewoon een FIFA-account kopen. En denk je, hè, wat is het nou precies? Ik snap het niet helemaal. Zoals je al ziet, er zijn enorme bedragen. 1 miljoen is maar 19 euro. Dat valt dus hartstikke mee. Wat is dat nou eigenlijk? Ik snap het niet helemaal. Een FIFA-account kopen. Hoe kom ik dan aan mijn coins en zo? Wat je hier gewoon puur doet, is je koopt een aantal coins. Laten we zeggen 10 miljoen coins. Ja, die afbeelding, die space hem echt ziek hard bij mij. In ieder geval, dan ga je dus naar beneden en dan zie je het hier. Tijdens koop van je coins hoef je bij het checkout geen aanvullende informatie in te vullen. Stuur je dan zo snel mogelijk een e-mail met de gegevens van een nieuw FIFA-account met daarop de gekochte coins. En FastCityCoins betaalt ook nog de EA-belasting. Dus zeg maar de EA-tax. Dus als je 10 miljoen koopt, krijg je ook 10 miljoen, zoals hier staat. Dus dan staat er ook echt 10 miljoen coins op een nieuw account. Wat je dan moet doen, is gewoon, je wachtwoord veranderen. Ik had het ook zo laten, maar ik zou het je aanraden gewoon te veranderen. Waarom niet, weet je? En dan heb je dus een account met 10 miljoen coins. Dan heb je twee dingen die je kan doen. Je kan natuurlijk daarop, zeg maar, verder starten of zo. Of je kan zelf je coins over gaan zetten. Dat is natuurlijk makkelijk als je dat samen met iemand doet. Maar moet je wel iemand vinden die daar zin in heeft. Maar wil je nou echt gewoon de coins op je eigen account? Want dit is natuurlijk, mij lijkt deze optie het handig, zeg maar. Want dan heb je gewoon je eigen account, je eigen coins. Het is ook helemaal niet zo duur. 10 miljoen voor 23 euro als je dat in je winkelman doet. Kijk, als je dan de code DNP5 gebruikt, dan gaat er gewoon 6 euro vanaf. Dat is al hartstikke veel. Dat is hartstikke lekker. Kost nog 116 euro voor 10 miljoen. En dan ben je eigenlijk al klaar voor Team of the Season. Dan kun je zoveel packs openen als je wil. Ja, behalve Milo natuurlijk. Maar Milo krijgt waarschijnlijk toch geen Team of the Season. In ieder geval, er is dan nog een optie. Jongens, ongelooflijk. Deze optie is wat duurder, maar ook wel logisch dat het wat duurder is. Dit is de optie, wij zetten coins op je account. En wat houdt het nou in? Nou mensen, dat is dat FastCityCoins de coins op jouw account zetten. Hoe doen ze dat dan? Jij moet hun jouw gegevens sturen. Gaan ze me dan niet hacken? Nee, natuurlijk gaan ze je niet hacken. Het is een
enorm betrouwbaar bedrijf en ze ga je echt niet hacken. Het is gewoon, als je zeg maar geen zin hebt om het zelf te doen, of als je gewoon zeg maar denkt van ja, ik wil gewoon die coins in mijn account, dan is dit gewoon de ideale oplossing. We gaan even kijken naar 1 miljoen, dat kost hier 18 euro. Het is natuurlijk duurder dan als je zeg maar gewoon een account koopt, aangezien hier ook allemaal arbeidsuren in zitten, want het duurt op zich best lang voordat je al die coins overgezet hebt. Trouwens mensen, hier betaalt Facility Coins ook de belasting over. Dus als jij 1 miljoen coins koopt, krijg je ook echt 1 miljoen coins op je account, dus niet maar 950k. In de productbeschrijving staat het dus: instructies voor kopen van coins via deze methode. 1. Tijdens het kopen van je coins hoef je bij checkout de aanvullende informatie niet in te vullen. Dat is dus alleen zo als je 10 spelers list. Stuur ons een e-mail naar de betaling met de volgende gegevens: je bestelnummer, het e-mailadres van je Ultimate Team, het wachtwoord van je e-mail, het wachtwoord van je Ultimate Team account en het wachtwoord op de beveiligingsvraag. Zul je dan binnen 24 uur de gekochte coins op je account zetten, maar let op, je mag de aankoop niet op je Ultimate Team account inloggen totdat wij hebben gestuurd dat het proces klaar is. Want anders, ja, als ze bezig zijn met dat en jij logt in, worden zij eruit gekikt en moeten zij weer inloggen, log jij weer in. Dat is natuurlijk hartstikke veel gedoe, dat moet je dus zeker niet hebben. Maar dit is dus echt een geweldige opdracht voor mensen die er zelf geen tijd in willen steken en toch gewoon nog steeds coins willen kopen. Je hoeft eigenlijk gewoon helemaal niks te doen, je hoeft niet eens een speler te listen. Het enige wat je hoeft te doen is dus even je gegevens sturen naar het e-mailadres. Je kan na, als je die coins hebt gekocht, je wachtwoord veranderen, je kan het ook zo laten, ze gaan er niks mee doen. In ieder geval mensen, ik hoop jullie hier iets van op hebben gestoken. Als zo is, laat een like achter. Je kan dus nog steeds coins kopen. Jee, ja. Zeg kansloos gewoon wat ze gedaan hebben. In ieder geval wil je trouwens nog iets zeggen. Als ik de 14 of 15.000 abonnees heb, ik weet niet wanneer, dan ga ik mijn eigen kleding verkopen en het wordt echt super sick. Ik weet zeker hoe jullie het sick gaan vinden. In ieder geval mensen, ik hoop je het leuk hebt gevonden. Als je het leuk vindt, like als we de 600 likes gaan halen. Zou het super awesome zijn. Like voor je en abonneer de volgende keer. En ik zeg doei. Later.